Pedro Perdomo volgt een economische studie in Utrecht. Het was in het begin best wennen toen hij vanuit Curaçao naar Nederland kwam. Bijvoorbeeld mijn cultuur is best wel easygoing, echt alles komt morgen. En sommige mensen kunnen best wel zich aan die houding irriteren. Dus dat draag je wel met je mee, denk ik. Dus je bent veel te laat gekomen in het eerste jaar? Ja, een soort van je. Lang niet iedereen redt het. De helft van de allochtone studenten uit de klas van Pedro moest in het eerste studiejaar al stoppen. Het komt gewoon omdat ze daar de houding die je nodig hebt als hbo-student niet konden aannemen. Dus ze konden niet meedraaien met de cultuur. Ze wisten niet hoe ze gewoon hun weg in de hogeschool konden vinden. Dat is goed, dan ben je voldoende. Dankjewel. Mensen die net uit het buitenland komen, daar kunnen taalproblemen ook een grote rol spelen of zo. Of culturele aanpassingen. Het Nederlands onderwijssysteem dat anders in elkaar zit dan elders. Om deze problemen op te lossen krijgt de Hogeschool Utrecht dit jaar €500.000. Van dat geld wordt onder meer extra begeleiding betaald voor allochtone studenten. Die begeleiding om aan die problemen te verhelpen is er soms niet. En het is heel vak. Als persoon zijnde moet je het zelf uitzoeken. En dat is best wel jammer eigenlijk. Succesvolle studenten als Pedro kunnen zelf ook gaan helpen. De hogeschool wil ze inzetten als een soort mentor van allochtone nieuwkomers op de Uithof.